Het Surinaams leger kan een regionale veiligheidszone creëren waarbij zowel het oosten, westen en zuiden worden afgebakend. Dit zegt kolonel Henry van Exeldongen, de waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, na een bezoek van de Guyanese legerleiding. Van Exeldongen zegt dat deze veiligheidszone bereikt kan worden als er een jaarlijkse regionale meeting voor militaire uitwisseling met Guyana kan plaatsvinden. Een delegatie van het Guyanese leger bracht van 15 tot en met 18 februari een bezoek aan onze defensieorganisatie. Tijdens het bezoek is er onder meer gesproken over de samenwerking bij de grens, gezamenlijke opleidingen, de aanpak van milieudreigingen en illegale mijnactiviteiten. Minister Krishna Mathura zegt dat het goed is dat de samenwerking met Guyana opgepakt wordt, gezien de gezamenlijke belangen bij de olie- en gasindustrie.